Dag lieve mensen. Dankjewel allemaal om gekomen te zijn hier vandaag kunstbende. Dat is Sien, Aminata en Eva. En we hebben pakken vol prijzen voor alle finalisten meegenomen. Maar voordat we eraan gaan beginnen aan de prijsuitreiking, wil ik graag echt het luidste applaus van de hele wereld voor al die fantastische finalisten hier vandaag. Het is echt een super, super geslaagde editie, fantastische kunstbende, echt heel veel talent gezien. Heel goed geamuseerd ook, iedereen denk ik. Dus ik denk dat we van een toffe dag kunnen spreken. Jullie krijgen sowieso allemaal een rapport thuis opgestuurd, dat is handgeschreven door de jury. Doe jullie voordeel mee. Kaders dat hebben gezien, je waart erbij, kunstbende 2016. Vandaag gaan we de prijsuitreiking beginnen. Straks roepen wij per categorie de jury op het podium. En dan hebben ze misschien wel een eervolle vermelding voor iemand. Dat wil zeggen, iemand die voor hen echt niet de top 3 gehaald heeft, maar die wel echt in het oog gesprongen is en die zal bijblijven. Die moeten niet op het podium komen, die mogen gewoon even recht staan en ook even genieten van het moment. En de 3 finalisten die wel gewonnen hebben, die mogen op het podium komen en hier van achter even staan shine. Ça va? Dan gaan we dan beginnen, denk ik. Hè? De kunstbende zou de kunstbende niet zijn zonder al zijn enthousiaste medewerkers en partners. En zij verdienen natuurlijk ook een zeer welgemeende dank u. Vandaar een dikke merci aan alle kunstbende medewerkers. Medewerkers en technische ploeg van de zee. Fabius, Viva Lelko, het kunstbende collectief, Medewerker bij de kunst jeugd en televisie, Luca, Centrum voor de Beterspressie, Kogel, Oostmagazine en Morgen, Sibela en Kankoen, de studio, juryleden, alle presentatoren en alle deelnemers en het geweldige publiek natuurlijk. En vooral een dikke merci aan de 2 geweldige stagiairs, Kaat en Dorien. Zoals Eva zei, roepen we straks elke juryvoorzitter erbij, maar voor we aan de categorieën beginnen, wil ik eerst graag de jongere jury van Bazaar op het podium roepen. Zijn hier ergens de jongere jury van Bazaar? Ah, daar zijn ze. Wow! Zij hadden de nog moeilijkere taak om uit elke categorie 1 iemand te kiezen, dus ze konden 1 prijs uitreiken. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Dus jullie konden uit elke categorie gewoon 1 iemand kiezen. Dat is kei moeilijk. Ja, we hebben gewoon zoveel mogelijk mensen proberen te zien en daar dan eigenlijk zo samen een overleg op zetten. Dus jullie hebben 1 naam. 1 naam die de jongere jury van Bazaar er vond uitspringen. Ook die winnaar krijgt een prijs en die winnaar mag zo meteen naar voren komen. Wie is de winnaar van de jongere jury van Bazaar? We hebben er een spelletje van gemaakt. Dus, ik zie hier een spannend moment op te bouwen. We zijn er een spelletje van gemaakt. Allee. Oké, we hebben het spel gemaakt. Wie is het? Dus alle deelnemers mogen recht staan. Wie? Alle deelnemers mogen recht staan. Ze hebben blauwe ogen. Even stil zijn. Dit is belangrijk, want het gaat hier over de allereerste prijzen. Als het niet bij jouw foto is, degene die ooit heeft gewonnen, is iemand die vandaag heeft meegedaan met de solo. Een solo! Dus iedereen die niet solo heeft meegedaan, mag gaan zitten. Het is een meisje. Een meisje! Alle jongens mogen gaan zitten. Het meisje heeft meegedaan in de categorie muziek. In de categorie muziek zijn er nog een paar over, maar niet veel. De naam begint met een E. De naam begint met een E, wie is het? Emily. Eerste prijs, hè. Een applaus voor Emily Nederland! Dank u wel, Emily!
categorie. We beginnen met de uitreiking in de categorie dans. En daarvoor wil ik graag Minhe Bergvoets naar voren roepen, de juryvoorzitter van dans. Dank de jury, ik mis nog iemand. Mark, die zal waarschijnlijk in de zaal zitten. Ja! We zijn zeer verrast door alle deelnemers in het algemeen van Kunstbende. Maar niet specifiek over de dansers. We hebben heel veel talent gezien. Het is altijd heel moeilijk om een winnaar of geen winnaar te kiezen, want uiteindelijk verdienen we het allemaal om hier op podium te komen staan. Wil je iets toevoegen? Nee? Oké, okay. Dan gaan we wel aan beginnen. Wil je nog iets? Nee, ik ging gewoon zeggen, we gaan van 3 naar 2 naar 1. Maar natuurlijk eerst een eervolle vermelding. Als iedereen is in jullie categorie? Hebben jullie een eervolle vermelding? Nee? Oké, okay, dan mogen jullie beginnen met de derde. Ah, jullie hebben okay. Ook een spelletje. Oké. Okay. De derde plaats. Ik wil altijd eerst zeggen wat ons besluit was van de jury, want dat komt er altijd beter in plaats van andersom. Dus voor de derde plaats hebben we opgeschreven. Jullie hebben jullie eigen bewegingstaal gevonden. Inhoudelijk klopte het met jullie thema. Het was een verrassende invulling van een duidelijk concept. De winnaar, derde winnaar, zijn Hanne, Marten en Maya. Kom maar in op podium, wat daar? Feest voor Maya. Ah. Proficiat, hè? Dan hebben we de tweede prijs. Concept klopt op alle vlakken. Kostuum, muziek, eigenheid, beweging, uitstraling en compositorisch. Je bent sereen en breekbaar als persoon en als danser. Je bent een natuurlijke beweger. De uitwerking van je choreografie was subliem. De tweede prijs gaat naar Kika Inek. De laatste eerste prijs, als het zo zeggen. Dus de eerste prijs gaat naar ons eindbeoordeling. Het is niet voor iedereen weggelegd om een publiek van het begin tot het einde mee te nemen. Maar jij bent een natuurtalent hierin. Je gaat het bewegingsonderzoek echt aan en integreert je passie en inleving in een zeer eigen bewegingstaal. Proficiat. De eerste prijs gaat naar DK. Solo te tonen. En die prijs gaat naar Kika.
Ik heb sowieso een professionele coaching en een hele leuke zak. DK, maybe your first reaction. You're the winner of dance! Denk in de reden, denk je. Sprakeloos zijn is helemaal oké. De winnaar is fantastisch, dames en heren. Ja. Jullie gaan natuurlijk nog even op de foto. En zometeen mogen jullie ook wachten in de coulissen. Want straks op het einde van de prijsuitreiking gaan maken we een foto met alle winnaars. Dus niet weglopen. Voilà. We gaan verder met de volgende categorie. Hè? En dat is de categorie beeldend. En daarvoor zou ik graag Julie Serge Baken op het podium roepen. Dat is een striptekenaar en ook een graficus. Applaus voor Serge. Serge, hoe was het vandaag? Het was heel moeilijk. In die zin dat er heel veel goed werk was. En dat het natuurlijk ook een beetje hartstikke oplevert als iemand de top 3 niet had. Nochtans was de jury het wel eens over die top 3, dus er was wat unanimiteit. We hebben een speciale vermelding, zal ik daar meteen mee beginnen? Laat ik eerst zeggen, laten we eerst vragen voor een applaus voor degenen die het niet gehaald hebben. We willen absoluut dat de mensen blijven doen waar ze mee bezig zijn, ze zitten allemaal op een goede spot. Maar in elk geval, dus wat we zogezegd nummer 4 kunnen noemen, is Céline Salomés met het werk Ellen. En de jury schreef hierover: Céline is voor een autodidact een zeer bedreven en gedreven kunstenaar met zeer persoonlijke inspiratiebronnen die een artistieke opleiding verdient om haar artistieke vaardigheden en inzichten bij te schaven. Dus graag voor haar een applaus. Een werk dat ons meteen, als we hier binnenkwamen, al enorm verraste, was een vaas met bloemen. Het leek een zeer banaal, ogenschijnlijk banaal werkje. Als we dichterbij stonden, konden we zien dat er een chameleon in 3D in verwerkt was. Wat ons enorm verraste, het werk heet simpelweg Vaas met bloemen. En het komt van Sarah Heidboeker. Die nu naar voren gaat komen. De jury checkt hierover. Sarah geeft een originele invulling aan een bestaand idee. De uitwerking voort uit het artistieke proces, opzet geslaagd. De tweede plaats dan. Was voor een tekenaar die duidelijk heel graag en heel veel tekent. Zijn werk heette Rust. Het was ook een zeer rustgevend beeld. Deze tekenaar staat open voor experiment en hij maakt een mooie mix van eigen ideeën, verbeelding en documentatie. En zijn enthousiasme klinkt luid op in dit fijne, gedetailleerde, originele werk dat hij hier inzond. En zijn naam is Mathis Spanet. Ja. Dank u. Blijf maar applaudisseren. En dan roffel voor de eerste plaats. We zullen de naam nog niet noemen. Dus is een oprecht enthousiast en geïnspireerd door haar bron en materialen. Op één schoonheidsfoutje na is Pups originele inzending uitstekend uitgevoerd. Bijdrage werkt sterk als ruimtelijke installatie met een mooi contrast tussen het lichte, lieflijke en kitschelige beeld aan de voorkant en de donkere, chaotische achterkant van het werk. Dit werk heet Over the Rainbow en is van de kunstenares Catalina Strauss. Eerste reactie, hoe voel jij?
Het is verwacht. Ik weet het niet. Sorry. Ze moeten het allemaal even slapen. Een fantastisch dik applaus voor onze drie finalisten en de categorie Beeldhouwers. En terwijl we hier op een mooie foto staan te nemen, gaan wij over naar de categorie foto. En daarvoor zou ik de voltallige of het voltallige jury naar boven willen roepen, alsjeblieft, in de categorie foto. Zijn jullie aanwezig? Ja, ergens? Kom maar naar boven. Applausje voor de jury. Dag, jury. Jullie hebben gekozen. Drie winnaars, misschien iemand die een eervolle vermelding krijgt. Zijn jullie eruit gegaan? We zijn eruit gegaan, dat was de bedoeling. Wel, ik stel voor dat we beginnen met de eervolle vermelding. Wie is het voor? We hebben een afspraak. Eervolle vermelding, dat doe ik. Oh ja, oké. Ga ik naast Lisbeth staan? Dat geeft me. Hallo. Eervolle vermelding voor Iman Azizi. Yes! Dankjewel. Jullie hebben waarschijnlijk ook een afspraak voor de derde plaats. Dat is bij jou? Ja, we zijn er voor. Oké, fijn. Dus wie is het geworden op de derde plaats? Ik heb een tekstje geschreven. Dus open wordt gesloten, gesloten wordt open. Een vreemd kind wordt een herkenbaar kind. Twee foto's worden een hele wereld. Kleuren worden trillingen. Je zwart-wit worden kleuren. Anton Feiler. Dikke proficiat aan Lars. Tweede plaats gewonnen in de categorie foto. Hij komt eraan. Dag Lars. Nog eens een applaus, dankjewel. Proficiat Lars. En dan hier op de tweede plaats. En dan komen we op het spannende moment, de eerste plaats in de categorie foto. En jij gaat ons nu bekendmaken wie dat wordt. Ja. Oké, dank u. Over naïviteit, afstand en referentie aan de werkelijkheid. Je denkt na over de beelden die je maakt. Je durft nog geen keuzes te maken binnen je tekst, maar dat kan je zeker wel, zonder iets achterwege te laten. Is het begin interessanter dan het einde? Nicolaas. De jury van film mag naar het podium komen.
gezicht blijven staan tot we jullie goed kunnen zien. Eerst en vooral, hebben jullie een eervolle vermelding? Jullie hebben gewoon een top 3. Oké, wie gaat er beginnen met de derde plaats in de categorie film? Ik geef de microfoon door. Dank u wel. Op de derde plaats hebben wij een film waarvan het onderwijl een heel speelse film was, een experimentele film, die heel veel plezier toonde vooral in het onderzoeken van de vooruitlezing in beeld bracht. Heel veel kleur, heel originele manier ook, heel banale dingen in beeld bracht. De film heet Observatie voor gevonden voorwerpen en is van Lore Mechelage. De tweede plaats is een meer documentaire film, die vooral heel knap was door de beelden van de film. Heel kleurrijk ook. En vooral heel mooi van kadrages en camerastandpunten, zeker voor iemand zonder een technische opleiding. Dus iemand die heel graag DOP wilt worden, en ik denk dat dat zeker binnen de mogelijkheden ligt. Het is een film die van iets heel lelijks, iets heel moois heeft gemaakt. De film heet Voor. En dat is van Lucas Lauter. Op onze eerste plaats hebben wij een fictiefilm staan. Die is heel mooi uitgevoerd, mooie montage, heel mooie sfeersetting, mooie beelden. Maar vooral het concept achter de film is heel erg sterk. Het is vooral dat dat bij ons de doorslag gaf. Die film heet Pang Pang en die is van Flora Pensa. Zowel onderliggende jury als met de artiest in kwestie zelf.
Dat is een heel eigenzinnige inzending, dat was heel fris. Wij hebben vandaag gezien dat postmodernisme niet dood is, maar echt springlevend. Deze man gaat binnenkort zelf een underground kunstblad beginnen of een nieuwe stroming beginnen. De tweede plaats gaat naar Nicolas Verstappen. En dan komen we bij onze eerste plaats. De winnaar van vandaag is een hele sterke verhalenverteller die hele rake zinnen gebruikt. Het was een heel volwassen verhaal. Dit is een persoon, een acteur die heel sterk heeft nagedacht over opbouw en structuur. Die heeft niks aan het toeval overgelaten. En elk woord staat er en stond er verdomme goed. De eerste plaats gaat naar de tekst De eenzame gesprekken van Vrieskou en haar hond van Kaat Balbekenis. Kaat, wat doen de mooie woorden van zo'n welbespraakte jury met jou? Ja, wauw. Ik had niet verwacht. Ja, ik moest van mijn zussen bedanken als ik won. Dus bij deze bedankt. Bedankt, zussen. Kijk goed gedaan. Een applaus voor de winnaars in categorie 6. We wisselen weer van de micro. Mooi, en gaan we nu over naar de categorie mode. Oh. En ik ga het voor Annelien. Applaus voor Annelien, alsjeblieft. Alle juryleden komen mee, hè? Dag Annelien. We hebben heel mooie collecties gezien. Ik heb heel mooie collecties gezien. Zeer creatieve kledingstukken en kostuums. Hebben jullie daaruit kunnen kiezen wie de winnaars worden vandaag? Ja, het was echt een heel moeilijke beslissing. 1 en 2 vonden we heel moeilijk om te beslissen. En dan 3 en 4 ook daartussen. Dus. We zullen beginnen met de eervolle vermelding. Ja, inderdaad. Dus ik ga eerst de teksten voorlezen, zodat jullie nog heel aandachtig zijn. Oké, we vonden het een heel mooi geheel op het podium. En we vonden het ook heel mooi om naar te kijken. Dus alles was af, de modellen waren goed. En alles was eigenlijk gedacht, dus we vinden zeker dat ze moet doordoen en dat ze haar creativiteit nog meer moet gebruiken om in de mode door te gaan. En dat was Ellen Bouquet met Oké, en dan gaan we over naar de derde plaats. Het was prachtig om te zien wat jij brengt zonder dat je ooit daarvoor hebt genaaid of stuks hebt gemaakt. Unieke stuks brengen met aandacht voor duurzaamheid. Dus we zeggen zeker, doe zo voor en we volgen jij zeker mee. Soraya met Blossom. Soraya! Wie waren er in de derde plaats? Kom maar naar boven. Ja, ze komt eraan. Een warm applaus voor Soraya! Soraya! Ze noemt met haar collectie Blossom. Oké, de tweede plaats. Ons kunstwende hart had jou graag in gedeelde eerste plaats geplaatst. Je project was zeer sterk uitgewerkt en we appreciëren je creativiteit enorm. Dus de volgende tijd ook weer zeker mee, want dan ga je voor de eerste plaats. Lize Krauwels, pruimen. Lize Krauwels met de pruimen. En dan gaan we over naar de eerste plaats. Ja, dus het totaalpakketje klopte. Elk stuk was uniek. De collectie vormde een prachtig geheel. Je bent klaar voor de modeacademie en we willen zeker ook zeggen dat je ook nog dat we het heel erg appreciëren dat je modellen met curves op de kaart zetten. Revolutionary.
hoor je van haar? Sing, zeer mooie woorden van de jury. Je verdient een plaats in de modeacademie. Wil je iets zeggen aan de mooie modellen, want ze staan heel erg enthousiast voor u te doen. Jullie zijn prachtig. Jullie zijn prachtig. Zo, ik heb plaats voor aan de fotograaf, dikke proficiat aan Siel met Deer. Her moment to shine. En dan gaan we meteen verder naar de volgende categorie, de categorie performance. Oh. Zijn jullie ook gekomen tussen een eervolle vermelding? Nee. Nee. Oké, dan gaan we direct over naar de derde plaats. Heb jij ook een mooi tekstje voorbereid? Ja, maar ik ken hem van buitenaf. De derde plaats gaat naar een groep die... ja, ik vond dat wel spannend. Dus het is een heel zwaarmoedige, moeilijke thema. Toch gebruikt hebben om theater mee te maken. Artistiek staan ze al heel ver. Ze communiceren ook goed met elkaar op scène. En het gaat naar Wonder van Sirene. Wonder van Sirene, die te derde plaats. Jullie hebben het gehoord, artistiek staan ze al heel ver. En ze verdienen aanhalen, staat er als Propiciat. De tweede plaats. De tweede plaats is een heel speciaal geval, allee, dat vind ik zelf toch. We vonden allemaal dat ze echt een supergoeie tekst had geschreven. In de vorm kunnen we wat discussiëren of dat nu was hoe het moest zijn. Ik weet niet of ze zelf bewust is hoe goed ze schrijft, ook haar thema's en hoe ze over de wereld aan nadenkt en schrijft. Zo'n maturiteit, zo'n volwassenheid. Dat gaat naar iemand die ik waarschijnlijk nu niet verwacht, maar toch gaat ze zo meteen hier staan. Speelplaatspolitiek van Evelien Feys. Evelien Feys met Speelplaatspolitiek. Niet de tweede plaats. En ze komt eraan. Proficiat Evelien. Wow! Ja, leuk. Nailed it. Proficiat. Maar eerste plaats ga ik alleen verklappen als ik zeker ben dat de mensen hier nog niet dood zijn. Gaan we nog een luid applaus geven? Allemaal samen. Let's go! Prachtig gedaan! Dat verdient een antwoord. Voor haar is het heel simpel. Ze komt op, ze pakt die meteen in. De manier waarop ze spreekt, heel duidelijk, heel helder wat ze zegt. Ze weet wat ze zegt. Ik zie daar echt een heel... grote actrice en later, al zijn dat mijn eigen complimenten. En ja, ze is podiumbewust, ze is intrigerend. Maarta is weg, maar ze noemt haar de Moonwoman. En dat is eigenlijk Lesjo met in de derde persoon. Welkom. Applaus.
komt er nog de categorie. Fantastisch. De jury leren van de categorie Circus! Ik kom er een handen van jou. Misschien eerst een eerlijke naam, of is het niet? Jawel, is er zeker. We gaan ons ook meteen naast het podium zitten, niet? Ja, ik wil de artiesten graag. Ja, want dat is een ego-vermelding, want inderdaad, het was zoals denk ik, bij iedereen heel moeilijk om te kiezen. En we hebben geschreven, super dat je ook aan hedendaagse dans doet. En dit brengt een extra dimensie voor jou op het podium. En bij Excalibur, hè, zo heet het hier genieten, Excalibur, kwam je helemaal los. Dat vonden we te gek. En ik denk dat de persoon het zelf al weet, dat is Brent van Kerkhoven. Nu tijd om hier iemand op het podium te zien. Nu, de jury is ervan overtuigd dat je met verder onderzoek van je mooie eigenheid en het gemak waarmee je moeilijke technieken uitvoert, vast en zeker nog te zien zal zijn op het professionele podium. En die persoon die heet Pepijn van den Broek. En naast Pepijn komt er iemand anders en in die persoon zien we een krachtige, expressieve artiest in wording op het podium staan en die nam ons mee in een bevredigende sfeer. Dat hebben we zeer gesmaakt en dat is Casper Dillon. Plaats. Het was, we waren er doorgepakt, maar echt wel iets totaal was dat klopte. Het was een ontwapenend om te zien hoe het volledige podium werd ingenomen door een energiek contrast van snel, traag, groot, klein. Met zo'n wederzijds vertrouwen kunnen die twee jongens heel hoog vliegen en bedoelen letterlijk en figuurlijk. Dat zijn natuurlijk Raf en Sanne. Alright boys, misschien een kleine salto om de overwinning te vieren. Wanneer jullie vallen al bijna van het podium, dan ga ik geen salto vragen. Een eerste reactie dan om de overwinning te vieren. Wauw. Ik wil graag iemand op het podium vragen. De voorzitter van FC De Lol Bijen. De voorzitter van wat? FC De Lol Bijen. En wat is dat? Die steunt ons bij alle optredens om grapjes te maken. En ja, dat is eigenlijk een crew van mopjesmakers. Jullie zijn niet mensen, dus jullie vragen op het podium. Die gaat jullie willen. Nodig zijn, want ik heb hier al heel veel zenuwen gezien van mensen die meegedaan.
categorie muziek. Ik ga een klein gewichten. Ik ga de jury van de muziek op het podium vragen. Mathieu Terrein van Bazaar. Mathieu, wat schreeuwt je hersens met de pijlen vandaag? Hè? Ja, ik ging alleen. Ik had ook... Ik op baan Daan hier van Bazaar, dat ook Thomas en ook Sien die vorig jaar gewonnen heeft. Dus ja, we zijn eruit. Niet te veel ruzie gemaakt? Een beetje, geslaagd, een beetje geschopt, maar we zijn eruit. Ja, muziek is altijd met hart en ziel, hè? Hebben jullie een eervolle naam? Ja. Een solo project van een meisje die eigenlijk wel de prijs van is, Emily. De eervolle naam. Dat een hele goede stem, dat een hele goede songs en ja, we hier de kei en haar présence was af. Ja. Ik bevestig dat. Ik ga je de microfoon geven, Mathieu, en je mocht de drie winnaars op het podium lopen. Oké, op de derde plaats een band die ongelooflijk veel energie uitstraalde en ondanks de technische mankementjes die er waren, hebben zij gewacht. Op de tweede plaats, iemand die het in het Nederlands doet. Ja, en als ik nu ga zeggen, dan gaat het weten. En met een loopstation. Dus, op de tweede plaats, mevrouw Balemans of Balemans? Balemans. De winnaar in de categorie muziek heeft de hele zaal meegekregen vanaf het eerste moment. En hij heeft deze trein duidelijk niet gemist. De eerste plaats is voor Waldo. Ik heb zoveel mogelijk meegemaakt van muziek en ik heb het echt niet verwacht. Nee. Maar wel verdiend, want ik stond daar in die zaal en ik heb alleen van jou zoveel mensen uit de pol zien gaan. Dus een warm applaus voor de winnaars muziek! Van alle winnaars van Kunst bij de 2016. En
dan rest er ons alleen nog jullie een hele fijne zondagavond te wensen en jullie nog eens ongelooflijk te bedanken om erbij te zijn. Alle deelnemers die hebben meegedaan, alle